Goeiedag. Iedereen die kijkt, iedereen die kijkt, ook een goeiedag. Ik heb hier een versterker voor mij staan van mijn schoonbroer, de Jury. En die is kapot. Want die doet niks meer. En hij heeft gevraagd aan mij. Ik wil er een keer naar kijken. Voilà, het is gebeurd. Ja, hij weet waarschijnlijk dat ik die repareer. En we gaan daar ons best voor doen natuurlijk. Hè. Het schijnt dat hem nu meer schakelt. We zullen het schrap zien. Hè. Ik zal hem voor contact steken, hè, want anders gaat het niet lukken. Zo. Dan drukken we hem aan. Dan zouden we moeten een klik horen. Daar zit een relijn. Die moet klik zien. Nee, dus dat doet hem niet. Gaan we maar terug uittrekken en dan ga ik hem eens openen. Zo, voilà, flesjes los. Je zou daar nog van alles moeten inzitten. Ja. We gaan even kijken, hè, want dat is ook een surprise. Want dat is een Marans. Een Marans, ja. Een Marans. Zo kwaliteit. Marans. Heeft toen nog eens veel geld gekost. Nu gaan we een keer zien ze. Ja. Twee zekeringen. Als die het doen. Dan moeten we eens gaan zien. Wat dan wel een trek binnen krijgen. Ik dat er toch wel tussen gevonden zijn. Nou, ik ben niet aan het sukkelen. Zo, ik ga je laten zien wat dat eigenlijk allemaal is. Er staat zoveel in, hè. Allemaal componenten. Een dikke transo, een kleine transo, koellichamen. Dat is voor transistoren of eigenlijk de eindtrap af te koelen. Dat is de voeding, hier. Voeding, versterker, dat is ook van de voeding. Dat is eigenlijk, ja, je moet dan gaan zeggen, een verdeling van de aansluitingen hier van achter. Je verdeelt dat naar, naar wat dat dan moet verdeeld worden. Naar zoals de balansregeling, de volumeregeling. En wordt allemaal dus naar daar gestuurd. En deze hier van voor allemaal zijn de bedieningen. Hè. Dus dat weten we wel. Hè. Dit is wel een probleem met het een of het ander in de voeding, denk ik. We gaan een keer zien of dat er spanning binnenkomt. De kabel kan kapot zijn. Hè. Ik heb nog iets ontdekt. Er zitten nog andere zekeringen in dan de gekende zekeringen. En dat zijn deze hier allemaal. Die. Dat zijn allemaal zekeringen. Miljarden. Moet ik die een hele versterker los doen? Voor die imprint eraf te krijgen. Ik zal wel dat eens laten zien. Ik zou die print er hier moeten uitkrijgen, maar ik kan niet, want dan zit daar mijn hoekje vast, dus moet die versterker eruit. En dan, hopelijk, kan ik het dan zien. Het
eerste zicht niks, op het tweede zicht niks. Het derde zicht heb ik nog niet gezien. Uit. Zijn kringen los solderen en testen. Ja, ik had er wel gecontroleerd. Sorry dat ik het jullie niet heb laten zien. Maar ik had de camera vergeten aan te zetten. Ik weet het. Ik heb nog een zuigpompje. Dus de zijkringen, daar zijn we content van, die werken allemaal, die zijn allemaal in orde. Dan ga ik daar die grote condensateurs afhalen. Pak een verslijtend turnavis. Die zitten nog vol natuurlijk. Maar als die zo vol zitten, dan verwacht ik wel dat die nog in orde van zijn. Daarvoor gebruiken we dus de verslijten turnavis. Duizend tweehonderd microfarad. We gaan eens een keer kijken of dat dan nog wel in orde is. Deze met goud. Is dan goed. Dus dat wil zeggen dat we ze allemaal eens een keer gaan oplassen. Op solderen, zoals zij zeggen. Dat die terug allemaal deftig contact maken. Ja, dat is een tijdrovend schokken. Schokken. Dat is gedaan, alles vermen in elkaar en nog eens proberen. Zo, ik heb hem in elkaar gestoken. Dat wil ik je zien. Ketung. Zie je? Mottige contacten. Oei. Dat is minder goed. Hij spreekt terug af. Nee, is in orde. Ting, dan moet hem nog eens opspringen. Is goed, lampje brand. Oh, unbelievable. Voilà. De knopje er terug op zetten. Ah ja, dat moeten we nog eerst vastmaken. Voilà, we gaan hem eens testen. Ik ben aan het aansluiten. Ik heb zo van die prullenboxjes nog. Ja, ik heb niks anders. Ik zal dan een keer moeten een paar serieuze gaan halen. En waar ga ik die aansluiten? Ik ga die aan de AUX aansluiten. Hè. Hups. Voilà. Ik ga daar met een MP2, 3, 4, 6 speler op aansluiten. Dat is dat, hè. Op het laagste zetten. Wat heb je van het pakken? Hoe is het mee? Ik had hier een hele kiepje. Auw. Voilà. Daar zit de DNS aan. Wat wil je nog? Uit. Aan. Hij moet nog spelen ook. Hij is bezig. Aan. Dan moeten we nog wel zeker zelfs. Ja, wat? Hoi. Maar scherf er maar één kan houden. Dat is beter als niks. Thank you.
Aha. Ja, het kanaal werkt wel. Zo. Het is goed, ja. Zo, de versterker is in de chakos. Wat ik toch ga doen, als je nog eens die potentiometer kunt kruisen. Ik denk dat dat niet slecht gaat zijn. En die schakelaarjes. Alles wat proper maken en dan is hem gediend weer voor een jaar of 10. Dat is toch wel goed, hè. Beter als een nieuwe gaan kopen. Kost ze rond de 4, 5 tot meer. 100 euro's tot duizenden waarschijnlijk. Hè. Dat valt te zien wat dat gaat doen. Goed. We zijn wel content.